Hier zijn de klachten ook gestegen, absoluut. Mensen komen met klemmende ramen, aanbouwen die er vanaf zakken. Al dat soort problemen zie je hier ook toenemen. Mark Born werkt in de Haarlemse wijk Haarlemmer Houtkwartier. Hij helpt de gemeente en huiseigenaren om verzakte woningen aan te pakken. Het lage grondwaterpeil door de extreem droge zomer zorgt ook hier voor grote problemen. Hier is eigenlijk aan de buitenkant relatief weinig te zien. Maar onder de grond is het dus volkomen stuk, om het zo maar even te zeggen. Mensen hadden dat nooit verwacht dat het bij hun zo slecht zou zijn. Dus die moeten een soort proces door om te accepteren dat hun huis daar eigenlijk ook slachtoffer van geworden is. En het eerste wat natuurlijk gedacht wordt is, oh, dat gaat me heel veel geld kosten. Kan ik het niet verkopen? Kan ik niet een andere oplossing verzinnen? Maar goed, er is geen andere oplossing. Herstel is een dure oplossing, maar het is de enige oplossing die werkt. Het KCAF, oftewel het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, vindt het alarmerend dat er zoveel huiseigenaren zich bij hun melden. Wel 3 tot 4 per dag. De meesten hebben geen idee wat te doen. Als eigenaar heb je helemaal geen weet dat je ook verantwoordelijk bent voor je grondwaterniveau in die woning. Maar het staat wel in de wet. Als je fundering kapot is en hij is weg, dan varieert het gemiddeld tussen de 50.000 in Rotterdam en panden tot 100.000, 120.000 euro per woning. Nou, wie kan dat betalen? Nu heeft de gemeente natuurlijk ook een zorgplicht voor het openbaar gebied. Nou ja, wat zou het mooi zijn als die twee gaan samenwerken. Maar ik denk dat de gemeente daar de lead in moet nemen en mensen te helpen hoe ze dat moeten doen.